Ja, ik kom net op de club en er zijn een paar jongens hier boos op mij. Wie dan? Wat is er? Wie was er net? Wat is er? Wat zei je net dan? Jij bent vorige keer niet op camera gezet. Nou, dan zal ik jullie dit keer ingooien dan in de volgende vlog. Ja. Maar weten jullie wel wat ik altijd zeg dan als ik mijn vlog afsluit? Wat? Tjoe! Lekker boys, hebben jullie zo'n wedstrijd? Ja, ga je filmen? Ja? Als ik het kan zien, dan kom ik wel een klein stukje vloggen bij jullie, ja? Ja. Nou, succes straks, hè? Ja. Oké, jongens. Yo mensen, het is weer zaterdag. We gaan nu richting Reizen. Of we zijn eigenlijk al in Reizen, of niet toen, Jay? Sowieso. We zijn al in Reizen. We hebben een wedstrijd tegen Excelsior 31. En ja, zorg dat we de 3 punten pakken. En ik zie jullie straks op het veld. Tjo. Ja, aangekomen bij Excelsior 31. Het is echt een mooie club dit. Hè. Kijk dan. Ja, dat is toen, Jay. Ja, ik zei mooi terras. Dan kijk je zo op het hoofdveld hier. Ik vind dit echt zo'n mooie club, hè. Kijk dan. Catacombos. Hebben ze echt mooi gemaakt hier. 1-2. Nee. Hij is echt geen 17, misschien zijn die 7, Adam. Die jongens zitten al in de kleedkamer, toen Jay en ik zijn de kleedkamer nog aan het zoeken. Toen die zegt kleedkamer 17. Maar die bestaat niet eens, kerel. Kleedkamer 17? Die bestaat niet, hè? Wel. Wel, waar dan? Hier. Allemaal telefoon, kijk dan. Allemaal telefoons in de handen. Vandaag hebben we nog 4 wedstrijden. Nou ja, als we vandaag winnen en die boven ons verliezen, dan hebben we nog alle kansen om die na-competitie te ontlopen. Hè? Maar er moet gewoon weer 80 minuten aan keihard werken. Vorige week heb ik gewoon 3 punten verdiend. Laatste seconde. Scoren ze uit de corner. Zorg ervoor dat op dat soort momenten, niet alleen de laatste minuut, maar de hele wedstrijd, het allemaal goed staat. Ja? Mannetje denken, 1 eerste paal, 1 op de 5 meter. Duidelijk dat je die bal gewoon goed kan wegwerken. Isaar is er natuurlijk ook weer. Marcel. Vader van Hassan. Kijk, en toen jij zit daar. Isaar, we geven even een paar goede tips. Alsjeblieft, belangrijk, gezondheid. Abel zijn allemaal verwend. Klopt. Gezond eten, tijd slaap, tijd wakker. Ja, daar was hij weer. Toen jij dat ook? Op tijd slapen, op tijd eten? Helemaal moe, leuk. Kijk. Ja, hij zit daar, hij zit niks te doen, hè? Kijk. Zit daar, kijk, zoals Marcel staat. Snap niet. Echt. Meneer Oesta staat. Ik snap niet. Allee, ik snap ook niet. Ik heb 2 jaar geweest hier, hè? 2 jaar geleden. 2 jaar geleden, C1 en Boys hier geweest. Je bent vorig jaar ook hier geweest, de Voer kan ik vorig jaar meegedaan met ons. Ja, ik weet. Hadden we 2-1 gewonnen? Ja, klopt. Mooie wedstrijd. Dames en heren, goedemorgen. Goeie weekend allemaal. Dag. Mensen, het is 1 april. En Marcel heeft echt. Ik had het te pakken. Een leuke grap uitgehaald bij mij, hoor. Echt een hele leuke grap. Ik zei dat pasje van de keeper niet te vinden was. Ik raakte natuurlijk in paniek, ik wilde alweer meteen naar de kleedkamer en toen zei Marcel... 1 april. Hahaha. Tjoe. Yes! Yes! Jongens! Hier komt! Tien door! En nou doorgaan jongens, kom op! Ja, het is rust. We gaan zo weer beginnen. We staan met 1-0 voor. We hebben een penalty gekregen. Nou ja, we zijn iets sterker als de tegenstander. Maar voor de rest gaat het redelijk gelijk op. We zijn lekker aan het voetballen. En ik hoop dat we nu wel volhouden en zo snel mogelijk de 2-0 inprikken. Dat we niet weer de laatste moeite tegen goal krijgen. Ik zeg tot straks. Brian, Furkan. Hallo jongens, hallo trainer. Goedemiddag, Furkan en Brian. Ja, hallo. Hoe is het met uw trainer? Wat zeg je? We trainen op gras. Ja, we trainen op gras. Oh mijn god. Verwende. Pubus weer, hè? Moeten ze een keer op gras trainen en dan is gelijk weer niet goed. Moet op gras trainen? Hassan. Jongen, echt waar. Ze zijn helemaal niks gewend. Is dat niet te geloven, dit? Bal van Bjorn. Hassan eruit. Lekker duel. Lekker Brian. Kom maar nu. Oh, kom maar Koen. Pak af, joh. Natuurlijk, Koen, heb je hem! Je hebt hem, Koen! 3, 2, 1 en stop! Furkan en Bjorn eruit! Nee.
En tijd, Brian! Kom maar, Demi, een bal eruit. Oké, en weer voorvoetjes jullie, jongens. Via Mika uit. Nog 20. Oh. 5. 4. Ja, via Demi, kom maar, nog 5 seconden. En tijd, Demi eruit en een bal eruit. Jammer, jongen, Demi. Je moet je titel verdedigen. Lekker cool. Lekker cool. Kom, Mika, kom, Mika. En Mika eruit. Een bal eruit. Goed gestreden. Goed gestreden. Ja! Ja, nee, via Bram eruit. 5, 4, 3, 2, 1. Ja, Bram is mijn laatste! Ja, ja! De finale. Minuutje. Kom maar, nog 15 seconden. Nog 10. Oh, brandbal. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ja, brandbal. En Ray is de winnaar. Lekker gedaan, jongens. Oh, oh, oh. Hoeveel scoren, jongens? 6-5. We stonden eerst 4-1 achter eerste helft. En toen 5-5. En daarna laatste extra tijd van 3 minuten. Had ik Scott. Op. Scott, hey. Nou, netjes hoor. Hey. Klasse gedaan, jongens. Maar het is zaterdag. Nu, je ziet in deze vlog 2 wedstrijden van vorige week en van vandaag, omdat die challenge ertussen door zat. Dus vandaar dat wij 2 wedstrijden vloggen doen. Dan weten de kijkers dat ook weer, of niet, Koen? Wat dacht ik? We zitten dan weer met z'n allen in de kleedkamer. Ja, wat moet je zeggen? Mijn bord gebruik ik al een paar weken niet. Normaal gesproken ben ik echt fan van mijn bord. Hou ik van mijn bord om dingen te laten zien. Maar Toenjay die heeft hem al een paar maanden. Toenjay, klasse jongen, dankjewel. Maar goed, wij gaan nu even een korte wedstrijdbespreking doen, warming up. En dan gaan we dadelijk tegen Tubantia voetballen. Tubantia staat 1 onder ons met 1 punt, 2 punten minder. 3. Met 1 punt minder. En ja, that's it. Yo mensen, Job is er ook eindelijk, maar hij is zo lastig vandaag. Hè? Ik word gewoon helemaal gek van deze jongen vandaag. Niet normaal. Jongens zijn bezig met de warming up. Ja mensen, voordat we gaan beginnen met de wedstrijd, kijk wat ik tegenkom op de tribune. 2 scouts van SC Twente, Marcel en Bert. Maar Bert en Marcel die zitten hier natuurlijk naar de wedstrijd te kijken van onze onder 15. Maar waar ik eigenlijk naar benieuwd naar ben, ga ik even aan die mannen vragen. En ik denk vooral al die jonge kijkers waar ze benieuwd naar zijn. Waar letten jullie nou op dan bij die voetballers? Zeg maar Bert. Ja, Bert, zeg jij het? In eerste instantie natuurlijk, je kijkt dat ze kunnen voetballen, een stukje techniek, een stukje motoriek, hoe bewegen ze, handelingssnelheid, dat zijn toch wel bepaalde dingen. En nog leuke spelers gezien hier vandaag, Bert? Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik kom eigenlijk net pas van, ik kom eigenlijk naar de onder de 17 kijken, dus... Oké, okay. Oh, je komt bij ons kijken? Ja. Oh, en hij een spelletje op het oog? Nee, kom zo maar gewoon even voor de lol. Ja. Nou, je ziet het, Marcel en Bert blijven dus ook nog even bij ons kijken en ik zeg tot straks. Heren. Hey, succes. Succes. Succes jong. Succes. Ik wil je nooit geven. Succes jong. Succes. 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 Succes voor je. Succes dan. Iron Man. Succes. Kom op lange hè. Net als vorige week een heerlijke pot gekiept hè. Hey. Scheidsrechter van vandaag. Scheids. Ik wens je een goede wedstrijd. Wat verwacht je van de wedstrijd van vandaag? Hoop je dat Sportclub SG gaat winnen scheids? Je bent neutraal, oké. Okay. Dat wilde ik even horen. De leider, vlagger van Tubantia aan het bellen voor de wedstrijd. Roeland, wat is dat dan? Hey, ben je er klaar voor? Roeland, ben je er klaar? Roeland. Hij zit. Ik zit Roeland gewoon te Bert, storen. Wacht even, ik bel je nog even.
Roland, hang gewoon op. Ik ben er helemaal klaar voor, hoor. Ja? Als jij er klaar voor bent, dan ik ben wil. Ik er klaar aan de spelers voor. Dan. Ja, ze zitten binnen, hè. Ja, volledig geconcentreerd. Volledig geconcentreerd, dus ik denk, ja, dit is de wedstrijd waar het om gaat. Is dit, de, dit moet lukken. Dit is de nummer 11 tegen de nummer 10. En ik denk dat we gaan winnen vandaag van Tubantia en Roland. Ja, maar Roland, denk ik wel gewoon eerlijk vlag vandaag? Altijd. Daar geloof ik helemaal niks van, echt waar? Je weet het. Wel eerlijk, hè. Dus als geen buitenspel is, is geen buitenspel, hè. Oké, alle vertrouwen in, hè. Succes straks. Ja, ja. Kijk mensen, dit is Niels. Hoe is Niels? Goed met jou. Niels heb ik vorig jaar getraind en deze man is zo grappig, hè? Dat is niet normaal. Niels is echt heel grappig. Echt droogkloot, eerste klas, maar fucking grappig. Heb je geen wedstrijd vandaag? Ja, pas een keer. Je voelt al niet meer, hè? Ja, heb je nog een beetje acties links buiten? Lukt nog wel? Nee, maar vanaf. Oké, daar jongen. Ja, dan, ik wil Champions League finale, of niet Tim? Hey, hoe zit het veld oplopen zo naast elkaar, hè? Heel goed. Hey, succes, hè? Goede wedstrijd. Kijk die gekke man, we gaan het bellen. Kijk, kijk. Hé hey, kerel, hang eens op! De wedstrijd begint! De tweede helft gaat nu beginnen. We staan met 2-0 voor. Nou ja, we zijn goed bezig. We hebben 5 grote kansen gehad. Tegenstander nog niet 1 schot op goal. Dus het gaat goed. Ik hoop dat de jongens op de tweede helft zo volhouden. Ik zeg het straks. Wat zei je? Jo! Lekker Martijn! Ik pak niet veel. Hé! Ik pak 2. Ik pak 2. Hier, 2 of 3? Of 6. Kijk, kijk. Hier, 3. 4. Hier. De wedstrijd zit erop, we hebben met 4-0 gewonnen. Was de tweede helft nog redelijk makkelijk, eigenlijk nog makkelijker dan de eerste helft, maar we hebben verdiend. Eindelijk 3 punten, nog niet Timmy. Natuurlijk komen ze erop. Kijk, onze boys. Jongens, we waren goed, hè? Jullie hebben gelijk gespeeld, hè? Slecht, man. Zakka, slecht, jongen. Wat is dat, man? Hey, wat is dat 0-0, jongens? Kijk, we hebben gewonnen. Ja, de wedstrijd is afgelopen. Nou, ik zei het net al, we hebben met 4-0 gewonnen. En ik zit hier met onze grote vriend. Ja, wat moet ik nou nog zeggen? Wat wil je nou nog zeggen? Jij hebt wel goed gevlacht in ieder geval, Roland. Ja, eerlijk. De jongens waren niet echt heel goed, maar jij hebt wel goed gedaan. Wel een buitenspelgoal. Ik vind dat... Hij heeft ook nog eerlijk gevlacht. Maar echt, hij heeft wel een goal van ons afgekeurd en hij ging niet snel vlaggen. Maar we stonden al met 3-0 voor, dus dat maakt er niet zo heel veel uit. Hè? Als het 1-0 was, Roland, hadden we nu ruzie gehad. Hè? Ja, ja. Dat was toch nog. Maar jammer, jongen. Volgende week beter, hè? Ja, ja, we gaan ervoor. Ik wens jullie heel veel succes. Jullie ook. En de boys ook. Wat zeg je? Yo. Yo, mensen. Daar zijn we weer. Ik ga de vlog weer afsluiten. Bedankt voor het kijken. De winnaar van de bal die komt nu in beeld. Nou, kijk even in de beschrijving wat je moet doen. Gefeliciteerd. Vergeet niet te liken en niet te abonneren. En ik sluit altijd weer af met een show. En oh ja, voor ik afsluit, dit is trouwens... Timo. Timo die helpt mij met editen. Dan hebben jullie Timo ook gezien. Die fixt altijd die leuke dingetjes. Dat doen we samen altijd. En tot volgende week. Timo, wat zeggen we dan? Ciao. Ciao.